gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo en dansschool Rebounds in Schagen vinden dat kinderen meer moeten bewegen. Binnensporten kan niet meer, dus gingen ze vandaag naar buiten en wij zijn erbij. Henk Huizer, een groot evenement voor kinderen? Nou ja, een event. Hè? Ik wil het niet een evenement noemen, maar meer een event. Wij willen wat voor de kinderen doen. Lycurgus en Rebound, de dansgroep, ja, samen hebben wij binnensporten. En binnen mag niet. Dus toen hebben we bedacht, we gaan iets buiten doen. Dus vandaar dat wij gevraagd hebben al onze leden van tot en met 13 jaar... dat die mee gaan doen vanmiddag met buitensporten, zoals je achter mij kunt zien. Hoeveel kinderen hebben zich aangemeld? Nou, er hebben zich 100 aangemeld. Dus ik weet niet, maar het begint aardig druk te lopen. De ouders lopen inmiddels weg, ze zetten de kinderen keurig af. En we gaan zo starten, denk ik. En wat gaan jullie doen? Nou, we gaan gymmen. We verdelen de groep van 100 kinderen in tweeën. Dus 50-50. 50 gaan we eerst even met z'n allen warming-up doen. En dan gaan we hier achter mij gaan ze gymmen, 50 man. En even verderop gaat Renate dansen met de kinderen. Nou, ongeveer een goed half uur. En dan wordt er gewisseld. We gaan even chocolademelk drinken. En dan wordt er gewisseld. En dan gaan de groepen precies hetzelfde doen, dus dansen en gymmen. Ja, je merkt wel dat ze er zin in hebben, dat ze met zoveel komen. Ja, ik denk het ook wel. Het is heel vervelend. Wij dachten, we moeten iets doen na de laatste vrolijke opmerkingen van Rutte. Dat alles weer 3-4 weken langer in de lockdown gaat. Of zeker de binnensporten. Ja, hebben we gezegd, we moeten wat doen. We moeten gewoon wat doen voor de kinderen. Ja, het weer werkt nou niet of wel mee. Dat weet ik niet hoe je dat moet zeggen. Over een paar uur staan we hier in de sneeuw, denk ik. Maar nu gaat het nog net goed. Maar het is wel koud. Ja, wij vinden het koud, maar ik denk dat je kinderen er geen last van hebben. Nee, de kinderen gaan rennen en je ziet het, dat gaat wel goed komen. Ja. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan, Kitty. Wat heb je nu gedaan? Gedanst. Dans je normaal binnen? Ja. En jij, vind je het leuk? Ja. En wat heb jij nu gedaan? Ook gedanst. De warming up, hè? Ja. En nu gaat het echte werk beginnen. Ja. Heb je dansen gemist? Nee. Vind je het leuk? Ja. En wat heb je nu gedaan? Gedanst. De warming up? Yep. Ja. En nu gaat het echte werk beginnen. Ja. Ga je normaal ook dansen? Ja. Maar dan binnen, hè? Ja. En dat kan nu niet meer? Nee, dat kan nu niet meer. Dat vind ik heel erg jammer. Dus dat mis je wel? Ja. Veel plezier. Ja, dank je. Hoe vind jij het? Ik vind het heel leuk. Ik ben blij dat we nu dit hebben en dat we dan toch weer mogen dansen. Want dat heb je vast gemist, hè? Ja. Dat heb ik echt gemist, ja. Lekker met z'n allen naar buiten? Ja, vooral ik ben ook met mijn vriendinnen. Die zie je dan ook weer? Ja, dat is wel fijn. En normaal zie je die natuurlijk nu bijna niet meer. Nee. Dat vind ik wel leuk. Vind je het niet koud? Jawel, het is heel fris. Heel fris. Flink doordansen, hè? Ja.